Gentse schepenen Philippe Wathee en Astrid de Bruycker gaan een tochtje maken in een kano. De Gentse wateren worden meer en meer gebruikt en de stad wil dat ook aanmoedigen. Daarom ligt er net als vorig jaar een tijdelijk overstapponton aan de Franse Vaart. En er is meer, want vanaf nu zijn er ook deze speciale rekken voor kajaks en kano's. We zijn een stad met heel veel water, dus we moeten dat ook uitbouwen. En we bouwen nu de infrastructuur uit, zodat mensen dat kunnen. Dat betekent steigers, maar dat betekent ook kajakrekken. Zodat mensen inderdaad weg kunnen met hun kajak, dat ze die op een goede manier kunnen stallen. En eigenlijk op een leuke, aangename manier naar dat water kunnen gaan. Momenteel is er plaats voor 9 bootjes, maar het is de bedoeling om later nog meer rekken bij te plaatsen in de stad. Er is ook een mogelijkheid om je kajak of kano met een slot vast te maken aan het rek. Omdat meer en meer mensen willen kajakken, hebben 2 Gentenaars ook een kajakdeelsysteem op poten gezet. Het eerste in de stad. We hebben 8 kano's aangekocht. Er gaan er nog 2 kano's van Docano ook bij liggen. Dus we gaan 10 kano's in totaal ter beschikking hebben voor onze buurtbewoners. Die gaan allemaal liggen in het buurthuis van Gentbrugge, Café Scaffi. En daar zijn ze in de garage opgeslaan. Dus mensen gaan via een app een reservatie kunnen maken. Ze krijgen dan een code, krijgen zo toegang tot de garage van het buurthuis en kunnen zo hun boot uithalen en gaan varen. Om een deelsysteem op te zetten was €35.000 nodig. Maar dat is betaald met het wijkbudget van de stad Gent. Wij stellen een budget ter beschikking als stad van elke wijk, waarmee bewoners eigenlijk zelf ideeën kunnen uitvoeren die de wijk beter maken. En deze bewoners hebben gezegd, wij zouden eigenlijk een systeem moeten hebben waarbij buurtbewoners niet zelf een kajak moeten kopen, want dat is een grote investering voor uiteindelijk een vaartuig dat de hele tijd ongebruikt zal blijven. Maar wij zouden er moeten hebben die we kunnen delen met elkaar op een heel laagdrempelige en betaalbare manier. En dat is wat zij op poten hebben gezet met steun van het wijkbudget. De app van het kajakdeelsysteem is nu nog in ontwikkeling, maar tegen de Gentse feesten zullen buurtbewoners een kajak kunnen ontlenen. Het is een druk vandaag.